I hope I pronounce it right, from Brighton and Hove. Frank Bakum from Amsterdam. Charlotte Flechet from who will be talking for Quito. Bernardine van Weyenbergen for Eeklo. And that's the that will be the first hour where we will have some presentations of cases, inspirations. But I also hope they will talk about their challenges and problems that they have encountered. The second hour, we will be talking with experts facilitating local governments to start a local food, implement a local food strategy. There, Caroline Huygen from Ricolto, Nadia Tahon from Veld, and Lotte Selis from VLM will be talking. So, next slide. I have 5 minutes. To continue, I see, so I will try to do as fast as possible, but that it's still clear for you, all of you. So how important is our food? So how important is sustainable food, sustainable local food? I already was inspired by Vic, our first talker, because mostly I start with all the, the negative things about food, and I say that it's mostly negatively approached, as you can see here below, or as you can see here in the slides. And there are indeed a lot of challenges, but we could turn it around, meaning food could be actually the solution to many problems. And a local circular food policy formulates actually an answer to challenges such as a fair price for farmers, local production, healthy and affordable food for everyone, justice, fairness, a strong relationship between rural and urban areas. And I think it's a mind shift if you talk more about a solution than all the big problems that are often linked with food. So why local governments? So why should local governments work around food? The fact is that local authorities have a bottom-up and top-down connection with the implementation of food policies. So they are very close to the citizens, of course, but also to the other governments. And this neutral role makes an important strategic player in connecting these different food actors in a local food system. So local authorities are really an important driver for the development of these current food systems, especially with regard to local production with a strong urban-rural relationship, the food environment, the alternative supply chains, sustainable purchasing, and we can go on and go on. By 2050, 80% of our food consumption will take place in the urban context. But the increasing demand for sustainable, healthy, and local food will put a lot of pressure also on the rural areas. So it will put pressure on the local authorities, both in urban and rural context. So restoring this urban-rural link will be very important to meet that rising demand, and but also bringing back the citizens in contact with the farmers and the reality is key here. We also talk a lot about the SDGs. A lot of the local governments use the SDGs, and because of the transversal philosophy behind the SDGs, that you look at it economically, ecologically, and socially, they're actually a very good frame to connect to a food policy. Now, if we talk about the local food strategy, we should start with talking about sustainable foods. And sustainable food is sustainable if it's ecologically, economically, and socially responsible.
for example, ecological with respect for the soil and nature, economically, a fair value distribution in the food chain based on local and regional partnerships, and taking into account ecosystem services, and then socially healthy food that is accessible to everyone. I will go a little bit faster because I'm taking maybe too much time. We will also share this presentation and of course also in Dutch with all the participants. A local food strategy, if you think about local sustainable food, then the second step is thinking about a sustainable food system. And it's actually a system in which sustainable food is produced sustainably in all aspects of the supply, processing and distribution. A very short chain and local economy in general are central, so as close as possible and as far as necessary, like for coffee, cocoa, bananas, rice and so on, where food waste is reduced to a minimum and where there's a cross-chain collaboration. So a sustainable food system is also about the following points: fair trade, access to everyone, and of course, a circular economy. Why am I all explaining this? Because we start from sustainable food, we go to a sustainable food system. Then you, of course, have a sustainable food policy, and we will end at a sustainable food strategy. And it's good to think about all those things and to have a clear vision around it, to be able to also let others participate easier in your in your vision. Sustainable food policy, actually all necessary policy areas within the local government. That means that procurement, local economy, social policy, environment, spatial planning, they should all be involved. It's also good to link and to go and see at the European Farm to Fork strategy, and there's also Flemish food strategy that they are creating at this point. We will talk about that later, and to try to link it as well to those strategies. A sustainable food strategy is actually a collectively developed policy in which sustainable and healthy food is produced within a sustainable food system, within the ecological capacity of Flanders, in our case, based on a circular economy principles like donut and social inclusion. Okay. Okay, this is something that local authorities could do to the realization of a more sustainable food system. I will try to go a little bit faster now, looking for innovative participatory ways to shape and steer their food policy, new governance models or with various stakeholders, identifying the initiatives that already exist at their local government, at the local government. And communicate about them so that residents are stimulated to connect with them, bringing the different actors together in an organizational network to design and implement a food strategy in a participatory way, facilitating the collaboration between the different stakeholders. Next to facilitating the collaboration between the different stakeholders, you could also facilitate opportunities for local producers, guaranteeing them land for farming, for example, and dissemination, of course, of good practices and through communication with other local authorities. You could work with other municipalities to set up shorter supply chains, for example, or avoids food surpluses by having a cooperation where you're receiving or recuperating municipalities and receiving municipalities, sensitize the local economy
That's about, yeah, it's local economy, it's cater, it's also, let's say, horeca, I don't know how I say that in English, tourism, recreation, and to optimally focus on healthy and sustainable foods. Of course, with your own tenders, you have a big impact on your local economy. I will go a little bit faster at this point. Voilà. So you should use optimal use. There should be an optimal use of all necessary policy areas within the administration. Again, like spatial planning, procurement, local economy, and ideally an overarching framework system for measuring and analyzing relevant data about the food system. So to be able to follow the process of the various plans. So that is a little bit where we go from a food, sustainable food to sustainable food, local food strategy. The fact is that at this point, we have done 1 year of learning networks where we know where we want to go, but where we see a lot of challenges. And at this point, I'm also writing how we could tackle those challenges because everything that I've said here is not that easy to accomplish. And we need help in different ways to accomplish that as a local government. So I will at a certain point also ask people to read those recommendations and maybe add sharpen, let's say, the recommendations, because it will be important to also share this with the Flemish government as they are creating a local Flemish local food strategy, let's say. And we want them to understand that the local governments have a very strategical, important role in this. Okay, I think that at this point, my presentation is ended. The next speaker, I will go on. Ali, sorry, I hear somebody is not muted, but that's okay. Actually, the next speaker will actually be Vic Boyle from Brighton and Hove. I will share her presentation. Do you want me to try and share my presentation, or do you want to do it? If you can do it, you can do it in your own pace, because I will be too slow or too fast. You know how it goes. I will do it. If there's a problem and I have to leave, why don't you go to Frank to speak and I will come back? Okay, good plan B. Frank, are you ready as well? It should be okay, I think. I'm ready, need it. Perfect. Can you see that? Not yet, but I think it's coming. Yes. There it is. Can you hear me? I hear you fine. I think the others as well. Okay. Hello, everybody. My name is Vic, and I work for an organisation called the Brighton and Hove Food Partnership. And we already have some relationship with working with places in Flanders because we are part of an Interreg project called Flavour. So I've been working with Herman on that. So it's lovely to be here today. I'm going to tell you a little bit about us and a little bit about our work on food. Some of you might have been to Brighton and Hove. We're a small city in the south coast of England, population about 290,000, but we have a census here this week, so it might go up. But prior to COVID, we used to have about 8 million tourists a year. So we're a very classic seaside town in some ways, in that we rely a lot on the tourist economy. I guess we'd also say that we are a big city of contrasts, and the reason I think it's important that I explain a little bit about where I'm from is that when you're doing place-based food work, which is what we see this is all about, is you have to work with both the great things that your city has or your place has and the challenges it faces. So you can't get away from the context you're in. So we're a compact city. We have a national park on one side and the sea on the other, so we don't have much space. We're also very close to London, so we are a commuter city, which means that our housing prices are really high. A good thing is the City Council owns a lot of land,
but very little of this is currently used to produce food for the city. Apparently, we have the most restaurants per head in the UK, which is very much linked to the tourist economy. And one in five jobs are linked to hospitality and tourism. With the year we've just had with COVID, you can understand why we're in a very vulnerable place right now with so much reliance on tourism and hospitality. But the other side of this, we have a really strong community. More than half our population say it volunteers once a year. We're known as the place that has the UK's only green MP, but at the same time, that is not the same across the whole city. This is very much about the difference between the centre and perhaps the outlying areas where more poverty is experienced. We're considered to be the fourth most unequal city, according to a Centre for City Studies. So why take a food approach? Stephen's already mentioned this. Food's often seen as a problem, obesity, waste, pollution, but we've also seen it as a solution, as an approach for achieving good health and well-being, for connecting people and communities, and a sustainable economy. And the reason I think behind that is people get food, okay? We all eat. It's something we absolutely have in common. So if you want to change your behaviour, you can use food to do that. An example I'll use is we actually run lots of community gardens. So we do food growing with people. And often when we do evaluation and we ask them what's changed, yes, they talk about eating more vegetables. Yes, they talk about like liking growing food. But often the thing they say is, I waste less food. And I also think that food is absolutely essential in meeting climate change targets. Again, something that's already been touched on. So as an organisation, we are a food partnership. And that's to say, as well as having a food strategy for the city, the food partnership was set up at the same time as the first food strategy was written. And that was to give an independent organisation the role of championing the work around food. And that is both working face-to-face with individuals. We teach cooking, we teach gardening. We work with groups such as volunteer-led food banks, meal projects. We also work with the industry. We work with restaurants, retails, catering. And we work incredibly closely with our local authority. So although we are not part of the local authority, we have a really strong partnership relationship with them. I think there is lots of advantages to having an independent organisation who champions your food work, but actually we're in some ways in the UK quite unusual. Often the food strategy sits within a local authority or a health authority, but it always has a partnership approach. So it brings together different stakeholders to look at the strategy. One thing I would say is that this meant when COVID happened, we already had the relationships in place to respond, which was really helpful at a crisis time. So our food strategy, we're on our one that currently runs from 2018 to 2023. This is our third version. Our first one was back in 2006. Each time they get more ambitious, they get bigger, they get more partners in, which makes them more complicated. But we're not frightened by that. We accept that food is complicated. And so you have to bring in different people. I always say we have both doers and thinkers. So the plan has both really practical things in it, like we will plant a new orchard here for this community to grow food, and policy such as we have policy around planning, we have policy around what minimum standards the local authority buys food to. It has all sorts of different elements to it. It's overseen by what we call an expert panel. You're muted, Vic. I don't know if you hear me. I don't know what happened, but you're muted. Are you? Am I back? Yeah, I think it might have done the thing it did yesterday that I was so sad about. Do you want me to share your presentation? Hang on, can you still hear me? Yes, yes. Can you see my slides though? No. No. This is a shame. Do you know what? I'm just going to talk because my next two slides I can just send to you afterwards. It would be easier if I just keep speaking for time. So our food strategy is it's all about supporting this partnership work around food, because no single solution is going to be
right? So I would say there is as much time put to the partnership as there is to actually writing what's in the plan, which is why the process of writing the plan and the consultation is so important to us. We took about a year to do this plan, and we went out and we had some big events. We ran some very small focus groups. So, for example, with older people living on their own or with people living in temporary accommodation, to understand different people's perspectives. We also used a lot of city data so that we are really, as I said in my first slide, we're really responding not just to a lift it off the shelf. This is a food strategy that could be anywhere. Our food strategy feels like our city, even though you will find many things in it that would be in other places. The next thing I would say is there is something in the UK called Sustainable Food Places Network. The slides, which I'm sure Stephen will send round, has got all the contacts for this. And this brings together 60 places across the UK who are doing the similar sort of partnership approach. And it is such a useful website and resource. And I think, again, if you're looking to start some of this, go and have a look at it, because there's all sorts of toolkits around what the different models you can do for food partnerships, how you can approach get using consultation methods to get the food strategy work going. My last slide that I have is actually some useful information, which includes, there's so much that I have that I could share with you that I almost have just put my contact details down, because if you've got questions afterwards, please come and ask. We put everything on our website. We share all of the things we've done, because in the UK, we were one of the first places to be doing this work. And we always thought if we can make it easier for the next person, we will. So there is a lot of information on our website. There's some films, there's some resources, and then there's lots of blogs that explain how that's going. Sorry, my slides stopped working partway through. I did say to Stephen last night, I had the same thing happen. It seems to not like it if I talk and screen share. But thank you. And if you've got questions, I'd be happy to answer them. Thank you. Thank you, Vic. Actually, I wanted to be smart, and I tried to share the useful information in the chat, but I see that it is in huge letters. So everybody will get all the information and the presentation. I will just check if somebody, I see that you have some people knowing you here already. Karin says hi to you. And if she comes to Brighton, she will, of course, invite me as well, I hope. So maybe one question. I don't know if during the presentation, you probably talked about it, but I think if we could ask one question, if other people have other questions, please do ask them. This is the time. I'm thinking about the role of the local authority, how do you say that in the regierol, as we say in Dutch, the directing role, let's say, what is the directing role of Brighton and Hoove in this project? So when I say that our history of working with the local authority goes right back to the beginning, in 2003, the local authority helped set the food partnership up. Okay, so it was the local authority, it was the health authority, and it was community organizations. And all the way along, we have worked alongside each other, almost like we have an external expertise, a way of reaching and working with communities that our local authorities perhaps don't have so much. And again, I think country specific, sometimes different places have different sized governments. And because our government is quite small in some ways, although the leadership is provided by the city, a lot of the doing, a lot of the action, a lot of the work that happens working with people happens with the food partnership. So at the moment, in terms of the authority board, it is politically adopted, the food strategy, by what is called our health and wellbeing board. It is our top level of government. And then we have specific officers who work with us on key elements of the work. And the achieving the food work is sort of, it's also it's politically neutral for us. We change politics a lot in Brighton and Hove. We have Labour, we have Conservative, we have Green. And actually each time the food strategy comes with the next administration, we're not seen as belonging to one political party or another, which is also quite important in keeping it going.
It's not always easy because sometimes we don't agree. So sometimes we want the city to do more. And I guess that is when we have to be diplomatic. We're not critical. We try to work with them rather than criticizing them. But actually, we will stand up for ourselves. So if there's an independent organization, we think something is wrong or we think there's a problem, we don't shout about that, but we don't just go, oh, yeah, yeah, whatever. It's not easy. It's subtle sometimes. But I think it has massive benefits. I would say that. I think there are benefits from having a partnership approach. But if you're very interested in models where the food strategy is completely owned by the city authority, if you look at the Sustainable Food Places website, there are examples there where it is much more housed within a local authority. Wonderful, Vic. I had the talk, but I have to check with Leuven as well. But that in Leuven, you also have Leuven 2030. It's a non-profit organization that also facilitates the local food strategy there. So it looks a little bit like that. Okay, but I'm very happy that you were able to talk today. There will be a few other presentations in English, so please stay and we will talk soon again. Okay, the next presentation is actually from Amsterdam, Frank Bakum. I will give you the word. Is it okay if you share your presentation yourself? Yeah, I'll try to share it with you. Let's have a look. Is this clear for you all? Can you see it now? Yes, I can see it and hear you. Okay. Well, Stephen, thank you very much for inviting me to tell something about the food strategy of Amsterdam. My name is Frank Bakum. I'm working as an urban planner at the City of Amsterdam, Department of Urban Planning and Sustainability. And we started food strategy in 2019, but we didn't start from scratch because in 2014 we already wrote a food vision, and even in 2007 we had a Proeftuin, a so-called a living lab, Proeftuin Amsterdam, which also was about food and why we should work on food and why it's important for the agenda of a city. And with the food strategy, Amsterdam wants to contribute to a so much needed food transition, a food transition to a healthy social, meaning fair pricing and an inclusive and sustainable food system. That is the goal for the food strategy. And I would like to tell you something about today, of course, the six lines of action of the food strategy itself. But first, I would like to explain something about four so-called building elements, building stones of our food strategy. And these are the identity of the city, the culture of the city, the region and the landscape, and about cooperation, because I think food strategy is all about cooperation. But first of all, the identity of Amsterdam. It's a green city, and this historically started in the 17th century, the first growth period of the city, when the canals of the inner city, so famous nowadays and for very much tourist reason to come to Amsterdam, one of the reasons, the canals of Amsterdam, very new in this period was that the canals were built, but alongside the canals were thousands and thousands trees planted, and also the inner gardens of the building blocks were green and were gardens. So that was for that period very new and innovative. In the 19th century, we had again a period of growth in Amsterdam. And the parks realized, like Oosterpark and Vondelpark, very famous for this moment and very much used for this moment, were created in the 19th century. And even also in the beginning of the 20th century, the allotment parks still in use nowadays were realized in this period, and also school gardens. We already have a history of 100 years of school gardens in Amsterdam, and every year nearly 7,000 children
at the age of 9 or 10 get education on a school garden, and I think that's very unique in the world, I suppose. But nowadays, of course, Amsterdam is still growing, so a lot of houses have to be been built. But with the Green Vision 2050, we still again reaffirm the green identity of the city. Yes, we have to build a lot of houses, but this will be in a green city with green roofs, with green green everywhere. And it's not much about more green, but using all the green and the nature in a better way than it has been done now before. So that's the big challenge for this moment. Building houses in an ever-densing city, but keeping the green and using the green with the citizens, with the entrepreneurs, and with all the people who want to contribute to the green city. The second point is the culture of Amsterdam. This is as much for the consumer, but also the citizens and the entrepreneurs. The culture is about innovation. It's multicultural innovation and entrepreneurship are very much the identity, the culture of Amsterdam and people living in Amsterdam. And this means that they are open to new products, new ideas, and also with the food transition, this is, I think, a very important issue, because like new products, vegetarian, even vegan, a lot of people are working on that, and also healthy products are bought at the city, but also at the markets. There are a lot of local products on some markets, and this innovative and open-minded set is, I think, very much needed with the food transition, because a lot of new things will arrive on our plates the next years, and I think that's much needed for this food transition. The third element is the region and landscape. Of course, I'm working for the city of Amsterdam, but the surroundings, working on a food transition, working on a food strategy is also about the region and cooperation with the region, and especially because Amsterdam has a landscape of highly productive agricultural land. These are the peat meadows in the direct surrounding of Amsterdam. The picture you're looking at, this is also Amsterdam, but it's also about the polders, old and new, the Beemster and the Flevopolder, all highly productive agricultural lands, and of course also a bit further away, the greenhouses, which are highly, these are regions in the direct surroundings of Amsterdam, with a high productivity of agricultural products. And of course, most of it is for the export, but the challenge is to bring more of these productive products into the city. And this is one of the elements one of the action lines of the food strategy. And as a third element, it's all about cooperation. This is the program Amsterdam Healthy Weights, which it was already about 12 years in action within the city of Amsterdam, and this program focuses on healthy weight for children especially. And so we started a cooperation when we started the food strategy. We started also a cooperation within the city of Amsterdam with the program Amsterdam Healthy Weight, but also with the Department of Poverty, with the Department of Economic Business, and also within our own departments, where there is the circular economy. We started a monthly to get together and to know each other, to explain and exchange what are we doing and what is food related, because also the circular program. Is about food and food waste. So this is very important, getting together within the organization, but also getting together and cooperation with all the initiatives in the city. We started a platform van Amsterdamse Bodem, which means from soil of Amsterdam, which is a platform for all the initiatives working in Amsterdam on
food waste, on new products, on production. So also the farmers, urban farmers are on this platform, and all to make them visible and getting them together. And also in this regional context, the cooperation is very much important with a new foundation called Voedsel Verbind, so Food Connect. All these kind of initiatives, foundations, are very much important for getting together and trying to get the food strategy of Amsterdam itself to make it stronger in this cooperation with all kinds of initiatives, as well as on municipality level, as with universities and universities of applied sciences, because it's all about exchanging knowledge, exchanging initiatives. So this is also a very important element. And then finally, the food strategy. This is a drawing of what we've been doing since 2019. On top left is the reasons why. I don't have to explain that again, because that's very much known here in this audience. But on the lower level, these are the six lines of action, which we determined in our food strategy. And it's all work in progress, but these are the six lines. And first is the social function. It's and here is also the positive elements of food. People like to enjoy food. People like to get together with food. And this is a very important line to explain, and not only telling the negative things, but to underscore the positive things of food. The second one is about waste and food waste. The third action line is healthy food environment, and this is very much in cooperation with the program of Amsterdam Healthy Weight, because they have been working 12 years on this, and it's much about sharing knowledge. It's about explaining and trying to get to the youth and to the schools and to the sporting clubs about and explaining food, the need of healthy food. But they've noticed that the surrounding of the city, the surrounding of people, is very much determining what people eat. So they have a focus on this healthy food environment and trying to look how can cities be more active in creating a healthy food environment, instead of like in the city of Amsterdam, but also in fact everywhere, we see unhealthy food. It's everywhere, and it is dominant in our environment. So we're trying with this action line to create a healthy food environment. The fourth line is the regional production. The fifth line is entrepreneurship. And finally, we have animal welfare, and also the protein transition, which is about very much, in fact, the diet of the future. Less animal protein and more vegetable proteins. So these are the six lines of action we're working on, and it's, like I said, there are projects, we always have to look which role is needed, is wanted from the city of Amsterdam. And sometimes it's about stimulating initiatives, sometimes it's about bringing people together, sometimes it's about subsidies. It's very much, of course, about creating space in the city of Amsterdam, and that's a major challenge because of, the dense city and even getting more dense. But it's always about asking yourself what kind of role we should play when there is an initiative. Well, that's my presentation for this moment. Thank you. Thank you, Frank. Actually, I have so many questions. It's only the time. There's not enough time. I will... maybe there are a few things that I will mail you, and maybe you could answer them. It's about, I will probably do the same with all presenters, but I heard healthy food environment, and it's not that easy for a local authority to intervene in the environment. There are ways, and I think it would be inspiring to know how you would
goal, how we would do it, how you will do this. The protein transition, also very interested what you are planning to do there. I think it's also here in Flanders, there's a protein transition as we speak. So very interesting as well. But maybe I will ask that through mail. Maybe I had a question with the, I like the fact that you look at the region and at the landscape also, so that the city, sometimes you only think when we create a local food strategy, we only think in city terms, let's say, but actually we are a very dependent from this landscape and farmers that are there. And you said like, yeah, most is exports and we will try to get them more to the local market. Do you have plans already for that or something concrete that you will do to convince them? Because I think that would be inspiring for all participants here. Yeah, there are several projects, but it's a big challenge because of course this export is of a different scale than a farmer market in the city. So this is a mismatch and you can't just simply put them together. But there are some interesting projects. One of them is Boer van Amstel. This is a dairy farm, 10 or 11 dairy farmers in the south of Amsterdam created a new factory, a milk factory. And with this, they can make a local product and sell it to the city. And on the same time, sell also a big part still to Friesland Campina. So in fact, they make a hybrid company, which will sell partly to the city and partly to the world market. And this is interesting way of mixing both worlds together. Yeah, indeed. Boer van Amstel. But yeah, I will write you a mail. Thank you very much. It was very interesting as well. I think if there are there any questions from the other participants? Three, two, one. Oh, there's a question. Just on time. Let's see. I think Cathy wants to ask something. Cathy, go ahead. Yes, hello, good morning. Cathy from Ostende speaking. I was wondering, Frank, if you look at what you've done until now, and maybe a question for Vic too, where is the field that you as a city had the biggest impact, do you think? I think there are two things. It's about bringing people together, and it's about explaining that this is a very important topic, and because everyone is talking about the energy transition, everybody knows that, well, a lot of work has to be done on this level, but food transition is still something you have to explain. And I think, like Stephen already said, especially municipalities have an important role because they are the connector between the local initiative, the people, and the higher levels of the government. So that's why I think there's an important role to play for local government. Okay, thank you, Cathy, and hello, good morning, as well to you. So if it's okay, we will go to the next speaker. Which is Charlotte Flechet. I hope you are ready, Charlotte. Whoa, hi. Fast, nice. Okay, I give the floor to you. Hi everyone, my name is Charlotte Flechet. I actually work for Ricolto, not for the city of Quito itself. I actually am responsible for coordinating our Food Smart Cities program, which focuses on increasing access to healthy, sustainable food in cities. And we've been working with lots of cities around the world, but Quito is one of our oldest partners. And unfortunately, because of the time difference, nobody from Quito was able to come and share today. So I've been asked to represent the city here. So apologies if I cannot answer all your detailed questions, but I will definitely liaise back with my colleagues and make sure
they all get answered. So just I wanted to have this little disclaimer at the start and also say that this presentation will focus on the food policy, the food strategy of Quito, and I'm very thankful to the colleagues Alexandra, David and Natalie from the city and from Ricolto who provided inputs for this presentation. And thanks also to VVSK for inviting us. So before we dive into the content, really, I wanted to give a bit of background about Quito itself. So Quito has a population of about 2.5 million people, and unemployment rates are at about 7%. The big issue really is underemployment in the city, people who do not work at the full capacity, not full time. Another issue is poverty. It's quite high. About 13% of the population lives in poverty and 5% in extreme poverty. And in recent years, there's been an extra challenge that has arisen in the city, which is that about 10% of the population now is constituted from migrants and refugees from Venezuela and Colombia, and that it's a challenge to integrate everyone in the city in a dignified way. In terms of diets, what we can say is that fruit and vegetable consumption in the city is less than half what is recommended by the World Health Organization. Also a big issue in the city with overweight and obesity, with about 63% of the population having some weight issues. And at the same time, this contrasts quite drastically with the levels of chronic child malnutrition, which about 30% of children suffer from. And in addition to this as well, Quito has a quite unique topography. It's located very close to volcanoes and is at risk from earthquakes, volcanic eruptions, landslides, and more generally climate changes as well. So all these challenges kind of come together in the food system, and we'll get back to that later, but these all constitute quite high levels of vulnerabilities in the food systems. So in terms of Quito's food journey, it's always interesting to look at the history because it gives you a bit more insights into how we got there. But it all started actually with an urban agriculture program that was launched in 2002, and that was really successful. The purpose of this program was really to increase access to nutritious food for people in the most vulnerable neighborhoods of the city. And it was also basically the whole driving force behind this food strategy process. Over time, the program was institutionalized really within the municipality. It got its own budget, got a lot of autonomy. And basically, as I said, started attracting attention and also developing some external partnerships. And that's how between 2015 2017, based on this initial agricultural program, the city of Quito started to really focus a lot more on its urban food systems. And the first step that was taken was actually an assessment of Quito's food system following the city region food system approach developed by the FAO, so the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and RUAF. And that was actually very interesting because it really highlighted what are the main entry points to make the food system in Quito more sustainable and to increase access to healthy food in the city. It's also around this time that Quito joined the Milan Urban Food Policy Pact, the RUAF Global Partnership, and also our own Food Smart Cities program at Ricolto. Following this assessment, around the same time in 2017-18, the group led by the people from the Urban Agriculture Project launched a pact, which is the Pacto Agroalimentario de Quito, which is basically a multi-stakeholder platform. I'll get back to this in a minute. And this was the core group that developed the food policy, the food strategy for the city. And the first kind of milestone that was reached after that was the signature of a food charter, which contains a series of commitments that all the members of the multi-stakeholder platform and all the signatories are taking towards a more sustainable food system in Quito. So that kind of set already the vision. And eventually, the following year, in 2019, this translated into an actual
agri-food strategy for the city under the umbrella of the department of economic development of the city. Although I must say that it has not yet been formally endorsed by the council and therefore doesn't have yet its own budget, and that's been a struggle since then. So the colleagues are still trying very hard to get this really embedded in the local policy beyond just the department that hosts it, if I can say it like this. And then in 2021, a new phase focusing more on the implementation. We are also, as Ricardo, partnering now with Quito, also with Lima, the capital city of Peru, also with RUAF, global partnership, to try to develop some local food hubs to better connect local producers to the city in a more structural way, focusing really on the access to local food. Quickly on the PAC, this is pretty standard now. I think you've noticed a lot of cities really create these multi-stakeholder groups to discuss all the issues at stake. That was very much the case in Quito as well, with over 50 people and institutions from civil society, private sector, international cooperation, academia, authorities. And after 57 meetings, they came up with a vision of the food strategy. I'm not going to go into detail, but you can see it focuses on environmentally friendly production, eco-efficient logistics, inclusive marketing, waste management, and also empowering citizen participation in the process. So as I mentioned before in the timeline, there were two strategies that were developed, and I think it's quite interesting to maybe take a bit of time to look at them in more detail. The first one was this agri-food strategy that has five pillars. The first pillar is about the management of natural resources, focusing really on sustainable production for the city. The second one is on governance, focusing really again on the multi-stakeholder collaboration. There are some very interesting stories about the fights, or not really the fights, but the heavy discussions between the Food and Beverage Association of Ecuador and the citizens movements that had quite clearly different views on what should be in the strategy, but in the end managed to come together and both adhere to the principles of the strategy. So that was a very interesting process. The third pillar is about food sovereignty, food security, nutrition, with really a big emphasis on involving citizens and making sure that vulnerable citizens in the city have access to healthy food. The fourth pillar is about the local economy, about strengthening the linkages between the city and the rural areas, making sure smallholder farmers are involved in the food supply, and also, as I mentioned before, this issue of local food hubs, local food distribution. And then finally, the last pillar is about waste management, both food waste, but also trying to reduce the use of plastic in the in the food system. And then the second strategy, which I think is interesting to mention, it comes from the realization that, as I said at the start, there's lots of vulnerabilities in Quito's food system. And so a smaller team from this group came together, conducted a vulnerability assessment, and developed a strategy focusing really specifically on building resilience as a kind of spin-off from the strategy. And this came in very handy in times of COVID, because thanks to this assessment, they had already identified different scales where actions could be taken across different stages of the food chain. And you can see every circle correspond to a particular type of intervention that the municipality could support. And the ones that have that are colored in the circle are the ones that were prioritized. And so here there's a quote from David Tracome, who's the director of resilience and a key actor in the food process, who said that the analysis was of great relevance because it enabled the team to understand what would be the possible consequences of emergencies, of shocks such as COVID, and how can we respond to this. If you're interested, there's a link in the presentation to a webinar where David explains in detail this process. And yes, so just a few lessons learned that I want to emphasize
on agroecology and urban agriculture. And from this, it became really a citywide process, a systemic process that involves lots of different stakeholders. So nothing's too small to start. Engaging conventional farmers is still a challenge, but it's part of the process, and it's really necessary to put in place support systems that are relevant to conventional farmers, that add value to them. And because of that, obviously, they need to be involved in those discussions around the food strategy. So we should not only work with the ones that are already convinced, but actively seek also a dialogue with the farmers that might be a bit more reluctant to adopt sustainable. Assessment was really important in this process, really helped everyone understand the food flows, where does the food come from, and how can we balance international and local chains a little bit better. Obviously, political commitment is key. As I said, it's a challenge still in Quito. There's a new administration that came in, and there's a lot of work that's being done to get this recognition for the strategy, but it's a long process, and engaging elected officials should be part and parcel of every food strategy process, really. And also the final lesson learned is that actually Quito was part of the pilot project of the Milan Pact on indicators to track the progress, see the results that have been achieved. And for them, that was a really positive process because it helped them reach out to more actors that were not yet part of the process. So just very, very quickly, because I see that I'm already beyond my time, but I wanted to finish this presentation with a very quick call to action. So Ricotto, we've been involved with the development of the Glasgow Food and Climate Declaration, which is basically a commitment to tackle the climate emergency using a food systems approach. But it's also a call to national governments to create enabling environment for cities, for local governments to take initiatives on the food system. With the COP26 happening in Glasgow at the end of the year, the idea was to bring a unified voice of cities, because food systems are a key driver of climate change. As you can see, 21% to 37% of global greenhouse gas emissions are connected to the food system, and we need to consider it in a holistic way to tackle the climate emergency. So just wanted to present quickly this call that has been made. It's for all subnational governments. Over 40 organizations have supported this under the leadership of IPES Food and Nourish Scotland. And the FAO also was one of the supporters. So if you're interested, you can have a look at the GlasgowDeclaration.org website. There's already a few Belgian cities who have signed it, such as Bruges, Leuven and Ghent. And Quito is also a signatory. So apologies for taking a little bit extra time, Steven. Thank you very much. That's the end of my presentation. And obviously, we're very, very happy to have this connection with VVSC, and we look forward to working with you more and to learn from you as well. Thank you very much, Charlotte. I think that Quito will be very happy how you did it. That they can be proud. Well done. I also shared the link from the Glasgow Declaration in the chat room. Of course, we'll also send the presentation and more information later. We're a little bit over time, so if it's okay for you, Charlotte, I will go, because I have questions, but I will send them to you, and then I will share it with all the participants. We will go immediately to the next presenter, so that we can have a little break after the next presenter and go on with the experts facilitating a local food strategy. The next presenter, it will be in Flemish. For Vic, you are of course still you can stay and we will try to translate it afterwards in the report for you, if you're really interested. So the next presenter is actually from a local government in Flanders, from Eeklo. It is Bernardine van Weyenbergen from Eeklo. I've seen her present. So Bernardine, are you there? Ben je daar? Sorry. Ik zal eens even kijken bij de deelnemers of ze nog steeds aanwezig is. Bernardine. Wat we anders kunnen doen is even een pauze nemen nu. We zullen nu een pauze nemen. Pakt een 3 minuutjes tot 11:05. En dan beginnen we om 11:05.
En dan zal ik ondertussen eens kijken met Bernardine of dat nog lukt. Tot zo. Zo, ik hoop dat iedereen ondertussen terug aan de pc zit. We gaan eigenlijk verder met het tweede gedeelte. In het tweede gedeelte gaan we verder in het Nederlands, zoals je hoort. Er gaan ook 3 experts aan bod komen. Experts die eigenlijk lokale besturen faciliteren om een voedselstrategie op te zetten of te handhaven, te monitoren. En dat zullen jullie zien in de volgende presentaties. Als eerste presentatie hadden wij voorzien om Caroline aan het woord te laten. Caroline van Ricolto, ben jij ondertussen aanwezig? Hey, dag Steven. Dag iedereen. Ik ben aanwezig. Ik ga vragen aan Lisa, mijn collega, om de presentatie te delen. Soms durft het al eens fout lopen als ik ook camera en spreek in de presentatie leidt. Dus ja, heel erg bedankt Steven om een beetje tijd te geven om hier een woordje uitleg te geven over de Eco Foodmap. Voordat ik in de Eco Foodmap zal duiken, zal ik even kort uitleggen hoe dat tot stand is gekomen. Dus inderdaad, ik werk voor Ricolto.
maar draag twee pitches. Ik werk ook voor Leuven 2030. Leuven 2030 kwam al even aan bod. Voordien is eigenlijk het netwerk van allemaal actoren in het Leuvense die toewerken naar een klimaatneutraal Leuven tegen 2050. Daarbinnen is natuurlijk die lokale voedselstrategie heel belangrijk. Dat is natuurlijk niet het enige dat nodig is. Lisa, we gaan naar de volgende slide gaan. Om jullie even terug mee te nemen in de tijd. In 2017-2018 is er een participatief proces geweest waarbij alle belanghebbende actoren meegeschreven hebben aan de voedselstrategie voor Leuven. Die is dan gelanceerd in de lente 2018. En ondertussen is die in volle implementatie. Ik mag naar de volgende slide gaan. Er zijn toen 7 strategische doelstellingen uitgekomen. Ik ga daar niet in detail gaan. Je mag naar de volgende slide gaan. En eigenlijk, terwijl dat proces bezig was voor die voedselstrategie vorm te geven, was er in Leuven ook een andere ontwikkeling gaande. Een grotere beweging om eigenlijk een roadmap op te zetten vanuit netwerk Leuven 2030, om toe te werken naar die klimaatneutrale stad. Dat gaat natuurlijk over veel meer dan voeding alleen. Dat gaat ook over de energietransitie, huisvesting, renovaties, mobiliteit, circulariteit. Dat gaat eigenlijk over 13 programma's. Je mag naar de volgende slide gaan. En die dus eigenlijk Leuven 2030... Ja, ondertussen zijn er meer dan 600 leden. Hè. Dus je ziet hier eigenlijk wel leden die dus meegeschreven hebben aan die roadmap. De volgende slide. Dus 13 programma's, onderverdeeld in 6 thema's. Het thema sustainable duurzame consumptie. Daaronder valt eigenlijk ook de lokale voedselstrategie. Dus het is eigenlijk vrij integraal opgenomen binnen die roadmap. Het is goed om een voedselstrategie te hebben, dat is één ding. Maar natuurlijk begint dan eigenlijk de grote vraag van hoe ga je die gaan implementeren. De implementatie verloopt eigenlijk vanuit Leuven 2030. Dus Leuven 2030 zit daar aan het stuur en heeft dus een programmafacilitator aangesteld. En dat ben ik dan, die eigenlijk het netwerk samenbrengt om verbinding te vinden tussen initiatieven en actoren om zo'n groot mogelijke impact te gaan hebben op korte, middellange en lange termijn. Wij zagen eigenlijk al snel dat, dus ik ben gestart eigenlijk in september 2019, dat we nood hadden om dat ecosysteem rond voeding in Leuven goed in beeld te brengen. We hadden daar eigenlijk niet, dat was wel hier met, en daar hadden we flarde data. En wisten we wel wat de actoren en initiatieven en zo waren, maar we wisten niet voldoende. Dus toen zijn we gaan zeggen van we willen dat eigenlijk gaan samenbrengen in een kaart of in een map. En zo kwam de EcoFoodmap dan tot stand. Lisa, je mag naar de volgende slide gaan. We zijn daarmee gestart in september 2020. We hebben daar op 4 maanden tijd de EcoFoodmap eigenlijk proberen vorm te geven. Waarom 4 maanden? Omdat we een subsidie of een geld hebben gekregen van EIT, het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie. Het was een cross-kick-project tussen Climate Kick en EIT Food. En we hebben een consortium van 4 partners die dit hebben uitgevoerd. Leuven 2030, Ricolto, KU Leuven en ShiftN. Je mag naar de volgende slide gaan. Dus ik neem jullie even mee op die website. Je kan er straks eigenlijk ook gewoon zo zeker de link delen. Dan kan je daar eens op gaan surfen. Dus dit is de landingspagina. Ik wist niet of het Nederlands of Engels was, dus ik heb Engelse slides. Maar bon, ik spreek gewoon erover in het Nederlands. Dit is de landingspagina. Dus de EcoFoodmap is eigenlijk een interactieve map. Een tool die het voedselsysteem dus in en rond Leuven in kaart moet brengen. En die tool geeft de nodige informatie over alle initiatieven, experten, actoren die er zijn in het Leuvense voedselsysteem. En gaat ook indicatoren gaan bepalen die ons helpen om eigenlijk die monitoring te doen van het voedselsysteem en alle inspanningen we doen om dat te gaan verduurzamen. Mag ik naar de volgende slide gaan? Als je dan naar beneden scrolt op die website, dan zie je ook dat ook geografisch in beeld wordt gebracht. Hè. Dus je ziet daar die actoren, initiatieven, experten gemapt op die kaart. Als je dan op een van die bolletjes klikt, dan zie je ook
Lisa, je mag het volgende aan. Dan zie je bijvoorbeeld, hè, voilà, dit is een bepaalde actor. Je kan dan ook dieper in die fiche gaan. Als we dan naar de actorenpagina gaan, dat zijn dus eigenlijk alle bedrijven en organisaties in het Leuvense die je daar kan terugvinden. En je kan eigenlijk gaan zoeken op twee manieren, ofwel de categorieën die je daarboven ziet, eerlijke handel, sociale inclusie, korte keten, biodiversiteit. Of je kan in de zoekfunctie eigenlijk naar die actoren gaan zoeken. Als je dan doorklinkt op een van die actoren, dan vind je die contactgegevens terug, beschrijving, interesses en zo meer. Om jullie mee te nemen in de indicatoren. Dus zoals ik al aangaf, ja, het is belangrijk dat we vooruitgang qua duurzaamheid kunnen gaan opvolgen in het Leuvens voedselsysteem. En we hebben een 100-tal indicatoren gaan definiëren. En deze worden opgesplitst in 5 thema's. Sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid, de relatie stad-platteland, milieu en beleid. We hebben dat niet uit het niets verzonnen, die indicatoren. Die zijn eigenlijk die volgen de klassificatie van RUA Foundation. En ook de subcategorieën, zoals je ziet, hè, de sociale, zoals je hier op de slide ziet, er zijn verschillende subcategorieën, die volgen eigenlijk ook die RUAF-klassificatie. Bij RUAF is er een lijst eigenlijk van indicatoren. Ik weet zelfs niet meer, misschien Lisa, weet jij het nog? Gigantisch veel indicatoren die je eigenlijk kan kiezen. Wij hebben er 100-tal gekozen voor de Leuvense, voor het Leuvense, de meest relevante voor ons. Ik ga wat voorbeelden geven van indicatoren. Een voorbeeld is het aantal moestuinen in de gemeente Leuven, of in de stad Leuven. De grafiek hier toont 2 beschikbare datapunten die we hadden. Dus eentje van 2018 en 2020. En je ziet eigenlijk hier ook al een evolutie die plaatsvond. Je kan dan eigenlijk op de punten gaan staan en dan zie je ook de data voor die gegeven tijdsperiode. Je vindt ook op die indicatorsite de databron terug. Je vindt ook de verantwoordelijke terug voor die data. Je vindt de geografische scope van de data terug. En ook een beschrijving van die indicator. Als je dan naar beneden scrolt, dus de volgende slide, dan zie je ook de gerelateerde stakeholders. Hè. Dus dan zie je eigenlijk welke moestuinen zijn dat dan allemaal. En dan kan je daar weer verder in gaan zoeken. Volgende slide. Een andere indicator is het percentage van de Leuvenaar die minstens wekelijks biologische producten koopt. Ja, hier zie je dat we geen evolutie over in de tijd zien, omdat er was eigenlijk alleen maar data beschikbaar in 2017. Dat is data die afkomstig is van de Vlaamse overheid. Het zou interessant zijn natuurlijk dat dat nog eens gemeten wordt en dat we dan kunnen zien hoe dat die evolutie plaatsvindt. Een volgende voorbeeld is het aantal jobs in de landbouwsector. Dat spreekt denk ik voor zich. Hè. Je ziet daar duidelijk wel dat daar data voorzien is en dat je dus en dan zie je echt een evolutie. En dit is dus voor Groot Leuven. Een volgende, een laatste voorbeeldje. Het aantal hoevenproducenten. Je ziet daar in de beschrijving dat het gaat over waarover het dan specifiek gaat, van waar dat weer die data komt. Het is data die van bij het FAVV komt. Je kan ook de data gaan downloaden, dus je kan echt dieper in die data gaan duiken. Dus dit zijn eigenlijk een paar voorbeeldjes van wat dat die indicatoren zijn. Ik zeg het zijn er 100, dus ik nodig jullie zeker uit om wat verder daarin te gaan zoeken. Het is een work in progress, dus Lisa, je mag naar de volgende slide gaan. Dus we hebben eigenlijk 4 maanden gehad om dit op te zetten. Maar dat op dit moment, je zag al bijvoorbeeld dat er bepaalde data gewoon niet beschikbaar is voor 2020 of 2019 van die indicatoren. Het geeft heel duidelijk weer waar zijn die data nodig. Hoe kunnen we dit systeem beter in kaart gaan brengen en hoe kunnen we onderzoek hierop gaan afstemmen? Dus we zijn in gesprek met de KU Leuven bijvoorbeeld, ook met de Hogeschool UCLL en ook met andere instellingen, om te gaan kijken hoe kunnen we nu de juiste data gaan verzamelen voor de Leuvense context. En dat kan data zijn specifiek op gemeenteniveau, maar dat kan ook data zijn op provincieniveau of zelfs Vlaams niveau, afhankelijk van wat we nodig hebben.
waarom hebben we dat instrument eigenlijk, of die een tool gaan opzetten of gaan bouwen? Ja, dat is natuurlijk mooi om een overzicht te hebben, maar het moet een instrument zijn eigenlijk dat ons toelaat om dialoog te starten met het netwerk. En de juiste keuzes te gaan maken, de juiste strategische keuzes voor de toekomst om ja, zoveel mogelijk impact te gaan realiseren. Ik moet zeggen dat ja, die tool is er nu. We zijn gelanceerd in januari. We zijn nu feedback aan het krijgen ook van het netwerk. Daar zijn we nog niet. Hè. Dus we hebben nog niet kunnen bewijzen dat dit ook echt een fantastisch tool is om die dialoog te gaan aangaan. Dat is echt iets dat de komende maanden zal gebeuren. En dan gaan we ook de... Interessant ook, ja, we hebben nooit een website gehad eigenlijk voor de voedselstrategie in Leuven. En we gaan dus deze map ook gaan integreren in de website. Daar komen dan nog andere functies bij, zoals een matchmaking platform waar bijvoorbeeld een boer zijn overschotten kan opzetten en dat iemand anders daar dan mee aan de slag gaat vanuit het netwerk, als voorbeeld. Natuurlijk willen wij met de EcoFoodmap ook heel graag andere steden gaan inspireren. Steden die ook op zoek zijn naar hoe kunnen we beter gaan monitoren, hoe kunnen we beter linken leggen tussen verschillende initiatieven, actoren. En dus vandaar eigenlijk misschien ook een call to action, omdat we heel graag jullie input ook krijgen. Nodig ik jullie uit om na deze sessie ook eens te gaan surfen op die map. En Lisa zal jullie ook een bevraging doorsturen, omdat wij eigenlijk een bevraging binnen het Leuvensen hebben gedaan. Maar het is ook heel interessant om van andere steden eigenlijk te gaan beluisteren wat dat jullie hiervan vinden. En waar zitten misschien nog zo wat de werkpunten voor ons? We horen dat heel graag. Dus Steven, als we dat nadien mogen delen, dan graag. Dit was de presentatie voor nu. Als er vragen zijn, shoot. Oké, ja, super. Bedankt, Caroline. Op zich hebben wij uiteraard al een gesprek gehad voordien en ik was sowieso fan van het gegeven dat er inderdaad een framework zou worden gecreëerd waarbij dat er zaken kunnen worden gemeten en geanalyseerd om een proces te kunnen volgen eigenlijk en ja, doelstellingen daaraan te kunnen koppelen. Nu wordt er veel al geëxperimenteerd, er gebeuren heel veel mooie dingen in Vlaanderen rond lokale voedselstrategieën, maar daar knelt het soms nog wat. Dus ik vond het zeer interessant waar jullie naartoe aan het werken zijn. Mijn input daarin vooral was ook, en ik denk dat, ik ga straks even Katja aan het laten, is dat je inderdaad nu werkt rond steden en dat dat eigenlijk interessant is om te zien of te kijken naar een formule die ook voor gemeenten of alle grootte van lokale besturen te gebruiken is. En dan daaraan gekoppeld... Ja, de data, als die centraler zouden kunnen verzameld worden, maar dat is misschien een wisselwerking, hè, dat we net zeggen, want die data zijn nodig en dat wordt teruggekoppeld naar Vlaanderen en dat daar inderdaad onderzoek aan kan gekoppeld worden enzovoort enzovoort. Dus het is wel een proces, dat is duidelijk. Dus misschien kort de vragen dat ik hier heb meegekregen. Ja, Cathy, neem maar het woord door. Ik ga het niet gewoon nalezen. Ja, hallo. ja, ook, ik werk ook voor het project Foodshift 2030. Ook daarin zullen ze gaan kijken naar indicatoren. En er kunnen heel veel indicatoren, zoals je zegt, zijn er al een heel pak bij jullie. Er kunnen heel veel bedacht worden. Maar ik denk dat het interessant zou zijn dat we voor meerdere steden een beperktere set aan indicatoren gaan opvolgen. Bijvoorbeeld zoals dat in de stadsmonitor het geval is. Dan wordt dat ook geregeld geüpdate, want... Ja, ik heb redelijk wat ervaring met het werken van indicatoren, maar in een ander werkdomein dan. Moet ook goed gekeken worden van ja, welke kun je updaten. Want een indicator die je amper kunt meten of maar één keer om de 5 of 10 jaar kunt updaten, heeft eigenlijk weinig zin. En het zou nuttig zijn dat dat ja, een oefening wordt voor verschillende steden. Ik heb nu gezegd centrumsteden, maar dat kunnen alle geïnteresseerde gemeenten en steden zijn. Zijn daar gesprekken over gaande? En ik vroeg mij ook af als tweede vraag van jouw functie. Je werkt voor Leuven 2030. Wie betaalt die functie dan? Want je bent geen ambtenaar van de stad. En wie betaalt dat dan? Ja, oké. Ik zal misschien beginnen met de laatste vraag. Ik word eigenlijk vanuit het netwerk betaald. Dus er zijn bepaalde sponsors die programmafacilitatoren op de verschillende posten
betalen. In mijn geval is dat JIT Food en Arvista die samen geld in het laadje leggen. Dus de stad komt daar eigenlijk niet in intussen. Voor je andere vraag, ja, dus op dit moment zijn we echt... Allee, de Stadsmonitor, er is data die vanuit die Stadsmonitor ook komt. We zijn nu eigenlijk met de stad ook aan het bekijken hoe dat die wisselwerking goed kan zijn tussen bepaalde data die zij hebben binnen de stad en dit platform. En ik vind jouw suggestie om te gaan naar een meer gelimiteerde set van indicatoren die dan in alle Vlaamse steden bijvoorbeeld kan gebruikt worden, vind ik wel heel interessant om dat ook te kunnen gaan meenemen dan, hè, richting een Vlaams niveau. Dus ik wil daar zeker verder over nadenken. Op dit moment ligt het eigenlijk alles open, zoals ik aangaf. Hè. We hebben een funding gehad, een subsidie, echt specifiek voor dit, tussen september en eind van het jaar, dus eind december. En op dit moment hebben wij niemand die hier fulltime op kan werken of zo. Dus wij zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we dit verder gaan financieren. Het management van de EcoFoodmap zal ook liggen bij Leuven 2030. Dus we zijn, ik heb daar op dit moment nog geen antwoorden naar. Maar wij zijn wel aan het zoeken naar ook een soort van klankbordgroep die we met verschillende steden kunnen opzetten, zowel in Vlaanderen als wereldwijd, om dit ook echt verder te gaan uitwerken. Dus mocht je interesse hebben, dan ben je heel welkom. Oké, ja, Karine heeft ook, van Brugge heeft ook interesse. Uitwisseling zeer welkom, geeft zij aan. En dan Greet, wou nog even het woord. Greet? Greet Arnoud? Ja, ik denk dat de vraag wel duidelijk is anders ook. Ik denk, is er input vanuit de databank provincies in cijfers die gebruikt werd? Ja, ik denk misschien, Lisa, kan jij daar meer over zeggen? Er zijn verschillende databronnen die we eigenlijk hebben gebruikt, hè, om input te geven in de EcoFoodmap. Ja, de database van provincies in cijfers is er eentje die we heel veel hebben gebruikt. Vooral voor landbouwcijfers en gebruik van... oppervlakte van gronden enzovoort. Voor de rest komt er ook wel data uit documenten van de Vlaamse overheid enzovoort. Maar provincie in cijfers is wel onze grootste bron geweest. Oké. Bedankt op zich. Cathy vult nog aan en dat is iets dat ik nog heb gehoord. Bijvoorbeeld die... Minimum Urban Food Policy Pact indicatoren waar eigenlijk niemand aan begon, omdat het gewoon veel te veel. Veel te veel was. En op zich moet dat inderdaad wel iets zijn dat zeer functioneel en gemakkelijk op te volgen is. Ja. Het is zo dat er ook niet heel veel voedselambtenaren zijn binnen de lokale besturen, dus die dat er nog bij nemen. Dus, Oké. Super, bedankt. Heel interessant en ik kijk uit naar het vervolg ook. Maar wij horen elkaar zeker nog. Dank u wel. Naar de volgende spreker. Dus volgende spreker heb ik Nadia genoteerd. Dat is, Nadia had wat problemen met haar PC, heeft opgelost met de GSM. Dus ik vind het fantastisch dat dat allemaal nog werkt op deze manier. Nadia, hoor je ons goed? Ja, ik hoor jou goed, Steven. Jij mij ook? Ja, het lukt heel goed en ik zie jou ook, dus dat werkt ook. Okay. Voor het delen van jouw presentatie, gaat dat lukken? Of? Dat ga ik meteen doen. Of proberen toch? Ja, ik zie het. Oké. Okay. Ja? Dus jullie zien de presentatie nu? Ja. Oké. Okay. Goed. Dan zal ik starten met de presentatie weer te geven. Dank alleszins Steven om mij uit te nodigen om het aanbod van veld rond voedselstrategieën te kunnen voorstellen. Die heeft de titel Aan tafel voor dialoog rond lokale voeding. Ik ga eerst heel even veld situeren voor diegenen die ons nog niet kennen. Veld staat voor... Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
Onze slagzin is samen ecoactief zijn, omdat wij met leden werken. We hebben leden in Vlaanderen, Brussel en in Nederland. Die leden zijn ook actief in 130 lokale groepen. En ons team van medewerkers wordt versterkt met een heel team van freelance lesgevers die ons die workshops kunnen begeleiden op lokaal niveau. Ja, en die ook die informatie rond ecologisch leven en tuinieren kunnen doorgeven. Informatie verspreiden wij via ons tijdschrift Seizoenen en via verschillende publicaties over ecologische thema's. Wij werken ook met verschillende projecten. En eentje dat ik daarvan toch heel kort wil toelichten is onze werking rond eetbare buurt. Sinds een paar jaar werken wij samen met gemeentebesturen om mee te helpen bij de implementatie van een gedeelde eetbare buurt. Dat kan zijn een voedselbos, een samentuin, een schoolmoestuin of zelfs een samenkook. Dat is eigenlijk actiegericht dat wij werken op die manier. Wat ik ook nog heel even wil toelichten is onze voedselstrategie Zuidwest-Vlaanderen. Die heet Voedselrijk. Die loopt momenteel nog. Die zit in de dynamiseringsfase. En eigenlijk hebben we daar ook voor het eerst onze aanpak uitgevoerd. En wat ik nu verder ga voorstellen is dus eigenlijk ook gebaseerd op de ervaring die we hadden bij de totstandkoming van die voedselstrategie in Zuidwest-Vlaanderen. Nu, heel belangrijk in onze werking, en dat zie je ook, het feit dat we een ledenvereniging zijn en dat we met lokale groepen werken, is dat ecologische voeding heel belangrijk is, maar ook het sociale aspect. Dus het participatieve is echt wel een van onze kernpunten. Aan tafel voor dialoog. Wij vinden het belangrijk om aan tafel te gaan, om te praten over duurzame voeding, over lokale voeding. En wij gaan die tafel niet om het even waar plaatsen. We willen die echt gaan plaatsen daar waar voedsel wordt geproduceerd. Dat vinden we belangrijk, omdat wij niet alleen willen praten, maar dat we ook het actiegerichte, het zien van waar voedsel geproduceerd wordt, gecombineerd willen hebben. We merkten ook in het proces in Zuidwest-Vlaanderen dat we hebben doorlopen, dat dialoog heel belangrijk is met verschillende doelgroepen, producenten, consumenten en ook andere actoren binnen dat voedselnetwerk, regionaal dan, moeten betrokken worden, hebben verschillende meningen, maar door die samen te brengen, kom je toch wel tot dat wederzijds begrip. En dat is echt iets dat ook mij enorm is bijgebleven vanuit heel dat proces. Het belang van rond die tafel of aan die tafel te gaan zitten en te praten over wat er is aan voedsel in de omgeving en waar de regio of de gemeente naartoe wilt. Wij zijn ertoe gekomen dat lokaal voedsel en korte keteninitiatieven gepromoot en versterkt moeten worden. Maar we willen ook toelaten dat er een broeihaard kan ontstaan voor nieuwe initiatieven. Bottom-up is voor ons een heel belangrijk item ook. Dat gaat daar eigenlijk een beetje mee samen. Dus die consumenten mee hebben of die mensen die heel hard betrokken zijn bij voedsel, die in heel dat proces betrekken. Ja, met de bedoeling om tot een gedragen actieplan te komen, waar er ook letterlijk geproefd wordt van de streek. Ook dat niet alleen daar waar het geproduceerd is, maar ook tonen hoe het kan verwerkt worden tot iets lekkers. Het hele begeleidingstraject bestaat uit een startmoment. Met de gemeente of de stad gaan wij een overleg organiseren, gaan wij een kerngroep vormen en gaan wij het traject eigenlijk heel in detail gaan bekijken en daar ook een planning op plakken. De presentatie gaat wel niet verder, merk ik. Ik weet niet of jij die aan het bedienen bent. Als je wilt, kan ik bedienen en delen, maar je staat altijd op de eerste slide. Op zich, alle informatie is meegegeven, maar de mensen hebben gewoon de slides niet gezien. Ah, dat is raar, want bij mij gaat hier... Goed, vooruit. Volgt hij, ja.
Ik weet niet of dat bij nog mensen zo was. Bij mij is het blijven staan op de eerste slide. Kan misschien ja, aan mij. Hier ook. Ja? Ja. Moet ik anders even... Je kunt je bureaublad delen in plaats van die presentatie. Dat helpt ook. Ah ja, oké. Okay. Dan krijg je weten zien wat jij op je bureaublad ziet. Dat hebben ze mij altijd verteld. Oké, dan moet ik er even uitgaan. Hè. Nu eigenlijk als je klikt op... Nu zien we de streekproef als slide staan. Ah ja, oké. Okay. Dan ga ik terug naar hier. Dus, is het nu oké? Okay? Ja. Dus als je, maar dan moet je... Ja, doe maar zoals je wilt. Hè. Je kan ofwel presenteren in presentatiemodus, of zoals jullie aan toe was, maar dan moet je klikken op de slides als je die wilt laten zien. Ja, nu heb ik het als presentatie openstaan. Zie je het nu? Het staat niet als presentatie open bij ons. Ah ja, oké. Okay. Dan ga ik het gewoon zo laten, denk ik. Ga ik het in deze modus houden. Ja, okay. Dan klik je gewoon op de slides en dan zie je ja. die. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik was gebleven bij het begeleidingstraject. Wij rekenen daar ongeveer een jaar voor. Dus te beginnen met het startmoment, vorming van een kerngroep. Dan samen de analyse maken, in kaart brengen, is dat eigenlijk van al wat er is aan voedsel. Belangrijk daarbij is ook dat wij die kortste keten gaan betrekken. Niet enkel professionele landbouw gaan wij aan bod laten komen, of mensen die echt commercieel met voedsel betrokken zijn, maar ook die hobbytuin hier of die samentuinen vinden wij even waardevol in heel dat voedselsysteem. En die gaan wij ook mee in kaart brengen. En dan de belangrijkste fase voor ons is toch die participatiefase. Dat zijn die streekproeven, dat ga ik straks nog even toelichten. Om dan met al die informatie die we verzameld hebben, de strategie, de acties te gaan bepalen en het in een slotmoment te gaan voorstellen aan de inwoners. Nu moet ik langs deze nemen. De streekproef, zien jullie de slide van de... Oké. De streekproef hebben wij... Dat is dus het co-creatieve onderdeel van ons traject. Dat bestaat uit twee rondes. De verbeeldingsronde en de concretiseringsronde. In de verbeeldingsronde gaan we al de analyse die we gemaakt hebben vooraf gaan tonen aan de deelnemers. Naast het verzamelen van nieuwe ideeën. Dat mogen heel korte, kleine ideeën zijn, als die maar op een bierkaartje kunnen. Dat is eigenlijk voldoende. Ondertussen gaat een eco-kok aan de slag met lokaal voedsel en wordt er dus geproefd van het lokale eten. En kan iedereen eigenlijk zijn verbeelding de vrije loop laten. Dan is er een tussenfase. We geven iets mee aan de deelnemers. We houden het vuur warm. We laten hen verder nadenken over een mogelijke voedselstrategie om dan al die informatie in de concretiseringsronde mee te nemen. En dan echt te gaan kiezen voor acties die het meest gedragen zijn. Ook te komen tot engagement van de deelnemers. En het te gaan concretiseren volgens een template. En dan is de basis gelegd voor een uitrol en voor een implementatie. De foto die jullie hier zien, is een foto van de streekproef in de heerlijkheid van Heulen. Een biobedrijf in Kortrijk. Het ziet er heel idyllisch uit. Het was ook een prachtdag met mooi weer. Met alles erop en eraan, met lekker eten. Maar dat is ook wel een moment geweest waar we hard gewerkt hebben. En waar dat er effectief verschillende meningen rond één tafel aan bod gekomen zijn. Over bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden. Maar het was verbijsterend eigenlijk, of echt opvallend, dat door die dialoog te voeren, mensen toch wel dichter bij elkaar kwamen. Ik herinner mij zo... iemand, een biologische tuinier die een aardappelboer wou gaan helpen, een gangbare aardappelboer, op de open deurdag. En je voelde dat bruiste echt, dat, zoals men zegt van voedsel, het verbindt echt wel door erover te spreken en er rond te gaan werken.
Dus ja, dat zijn de conclusies uit die streekproeven van Voedselrijk. Consumenten zijn bereid om producenten te gaan ondersteunen. Dat hebben we echt wel opgemerkt. Uiteenlopende meningen kunnen worden uitgesproken. Er is ook heel veel vraag naar inbedding rond lokale voeding in de scholenwerking. En vraag naar informatie vanuit consumenten over lokale voeding. De laatste slide gaat... daarin stel ik eigenlijk even de acties voor waar dat wij toe gekomen zijn in de strategie in Zuidwest-Vlaanderen. We werken met een kaart. We hebben dus een kaart uitgewerkt op onze website www.voedselrijk.be. Die gaan we meenemen in de gemeente. En we focussen op de gemeente. Dat is de foto links die je ziet. Om daar dan in de streekproef rond te werken. Een tweede slide toont de opstart van de samentuin in Kortemark, waar nu ook een scholenwerking is gestart. En de derde slide is een tekening, de kaart eigenlijk van Zuidwest-Vlaanderen, die we hebben gebruikt of uitgewerkt voor een voedselspel naar het lager onderwijs. Dat zijn enkele acties die wij hebben gerealiseerd of waar we nog steeds mee bezig zijn. Dat was het eigenlijk, Steven. Mijn presentatie, wie meer informatie wilt, kan die vinden via de link op Gemeente voor de Toekomst, waar onze fiche ook rond de begeleiding is voorgesteld. Of je kan altijd natuurlijk mailen als je interesse hebt in een begeleidingstraject. Dank je wel, Steven. Ja, bedankt, Nadia. Op zich... Ja, we hebben heel veel interessante zaken gezien. Ik ga in deze plaats vragen of er vragen zijn vanuit de deelnemers. Steek gerust uw handje op. Ik ga misschien al beginnen. Wat ik interessant vind, is wat dat je merkt in soortgelijke projecten. We willen naar meer korte keten, agro-ecologische landbouw, burgerparticipatie. En dat zijn heel mooie projecten, maar conventionele boeren kijken daar soms, of traditionele boeren kijken daar soms wat kritisch naar en vinden dat kleinschalig en minder interessant. Hoe betrekt je die eigenlijk ook in die lokale voedselstrategie? Omdat de realiteit is wel dat het hoogste percentage nog altijd traditionele boeren zijn en dat je die wel graag meeneemt in een omschakeling. Hoe pakken jullie dat aan? Ja, die gangbare boeren zijn... Zeker ook welkom op de streekproeven uiteraard, want we nodigen ook heel breed uit. En die waren ook aanwezig daar in Zuidwest-Vlaanderen. En iedereen staat natuurlijk... we gaan niemand verplichten om in die strategie mee te gaan. We hebben een foto gemaakt van de situatie in Zuidwest-Vlaanderen. En vanuit verschillende organisaties is er gekozen geweest om te focussen op lokale voeding. En het is belangrijk dat die gangbare landbouwers die niet inzetten op korte keten, dat ook aanvaarden, dat die daar met een open blik naar kijken. En dat is eigenlijk waar we toe gekomen zijn, denk ik, dat er echt wel met een open blik naar die strategie kan gekeken worden. En dat is nu een strategie die ook voor 4 jaar is uitgewerkt. We gaan bekijken in een volgende fase of dat er andere accenten moeten gelegd worden. Dat is eigenlijk onze aanpak. Oké. Connie van Stadslandbouw Nederland. We hebben een bilaterale samenwerking met Nederland en Stadslandbouw Nederland. Is de organisatie waar we mee samenwerken. En Connie had een vraag wie de opdrachtgevers zijn voor het opstarten van zo'n traject. Ja, wij werken met een 7-8 partners samen in dit project. Dat is onder andere met de provincie West-Vlaanderen. Die is partner, ook Inagro, een onderzoekscentrum. En dan ook nog 6 steden en gemeenten. Wij samen maken eigenlijk de stuurgroep uit van deze voedselstrategie. We hebben daarvoor een financiering ontvangen via plattelandsontwikkeling. Dat was eigenlijk een eenmalige subsidie, denk ik, rond verbinding stad en platteland. Dus deze strategie was echt wel een regionale strategie, niet van de stad Kortrijk alleen bijvoorbeeld, maar echt
met het, ja, het hele gebied samen. Met de bedoeling om de sterktes binnen de stad te gaan overbrengen naar het platteland. En omgekeerd ook de sterktes van het platteland, dat is dan vooral die korte ketenpunten, naar de stad te gaan brengen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest van deze strategie. En wie is dan de initiatiefnemer? Dat zijn eigenlijk dezelfde mensen. Het is eigenlijk een vraag geweest vanuit die partners om een gezamenlijke strategie te gaan opstellen. Dus we hebben, er is aan ons gevraagd, aan Veld gevraagd toen, om het dossier in te dienen, om de coördinerende rol te spelen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat we dat echt gaan samen doen, dat dat eigenaarschap ook wel ligt bij de regio. Dus hoe dat gaat evolueren verder, wordt dat een VZ2 of gaat dat ingebed worden in een bepaalde structuur, dat is eigenlijk op dit moment nog niet duidelijk. Dat is eigenlijk de volgende fase nu van het project, om dat uit te werken. Misschien ook nog, ja, de gemeente zelf nemen ook initiatief. Elke gemeente voert ofwel een aantal streekproeven uit om het, ja, dan lokaal te gaan bekijken waar de accenten gaan liggen binnen dat korte ketenverhaal. Of zij organiseren een aantal voedselspelen. En zij maken ook de kaart bekend. Dus we hebben eigenlijk een waaier van acties uitgewerkt waar de gemeente kan op intekenen. Nog een vraag? Er komen veel vragen, Nadia. We zullen nog een laatste vraag doen van Greet, ja, en dan gaan we de spreker. Dat is een goede vraag. Kunnen wij dat opstarten zonder subsidies? Ik denk dat dat afhangt van de partners. We hebben ook een eigen inbreng te doen. Dus ik vind dat ook, dat is ook goed, want dat toont ook het eigenaarschap of de betrokkenheid. Om dat helemaal alleen te gaan dragen, denk ik niet dat dat mogelijk is. Ik denk dat er echt naar financiering moet gezorgd worden, extra financiering. Ofwel vanuit de gemeentebesturen, maar vanuit de overheid. Zeker ook. Dus ik ben ook, ik denk dat nu VLM ook aan het woord is, die wellicht daar meer informatie kan overgeven. Dus dat is misschien wel een goede overgang, Steven. Dat is een perfecte overgang. Bedankt daarvoor, Greet. Bedankt ook, Nadia. Sowieso, als er nog vragen zijn, nadien, via het verslag, kunnen jullie alles nog eens nalezen, bekijken en kunnen jullie extra vragen stellen. Contactgegevens gaan er ook bij staan. Dan gaan we naar de laatste spreker van vandaag. Last but not least, want je hebt al meteen ook gehoord dat er een link wordt gemaakt met mogelijke subsidies. Er zijn ook altijd wel middelen te wensen om lokale voedselstrategie op te zetten. En vanuit VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, is ook de organisatie die, ja, mijn functie subsidieert. Vanuit VLM komt Lotte Celis iets meer vertellen over mogelijke steunmaatregelen vanuit VLM. Lotte, is het oké als ik jou het woord geef? Ja, en ik ben blij om zo'n mooie overgang te zien en dat er al een project van PDPO voorgesteld wordt. Ik ga proberen om mijn presentatie te delen. Ik weet niet of dat jullie hem zien in presentatiemodus. Ik vermoed van wel, als ik geen tegenwoord krijg. Dus ik kom een beetje vertellen over de mogelijkheden voor subsidies. En Steven heeft het in het begin ook al wat aangehaald, dat er ook op Vlaams niveau voedsel een belangrijk thema is en dat daar rond gewerkt wordt, met name via de Vlaamse voedselstrategie die minister Krivits gaat uitwerken tegen 2022. En waarbij dat ze verschillende stakeholders zullen samenbrengen. En bij VLM zelf zijn we ook bezig rond een programma Werking Voedsellandschap in het kader van het Open Ruimte Platform, waar er nu 2 testprojecten lopen. Rond de meervoudige ruimtevraag die in open ruimte vaak speelt rond allerlei aspecten, maar vooral ook voeding. En waarbij samenwerking tussen landbouwers en andere stakeholders centraal staat. En het Vlaams beleidskader past eigenlijk ook binnen het grotere Europese kader van de Farm to Fork-strategie en de Green Deal.
van boer tot bord in het Nederlands en het gemeenschappelijke landbouwbeleid na 2023. Maar ik ga even een stap terugzetten als we het hebben over het gemeenschappelijk landbouwbeleid naar de huidige periode. Daar loopt PDPO3, het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, met verschillende maatregelen. Ze zijn daarnet ook al wat vernoemd, LEADER, omgevingskwaliteit door investeringen en samenwerking. En plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving. Dat is waar dat Voedselrijk Zuidwest-Vlaanderen binnen werkt. En dat is eigenlijk de gebiedsgerichte werking waar de Europese, Vlaamse en provinciale financiering mogelijk is voor projecten. Tot 65% meestal. Aanvullend op dat Europees programma is er ook een Vlaams-provinciaal samenwerking rond Platteland Plus. Dus dat is gelijkaardig aan de maatregelen omgevingskwaliteit binnen PDPO3, maar dan Vlaamse en provinciale financiering. Nu, dat programma, het gemeenschappelijk landbouwbeleid op Europees niveau, is daar vertraging. En hebben ze beslist dat 2021 en 2022 overgangsjaren worden. Wat betekent dat PDPO3 gecontinueerd zal worden in de komende 2 jaren. Dus hier betekent dat LEADER, omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Samenwerking met de stedelijke omgeving, wat daarnet aan bod gekomen is, wordt helaas niet gecontinueerd. Maar wat belangrijk is voor die overgangsjaren is dat de minister Demir gevraagd heeft om te focussen op 3 thema's. Onder meer om tegemoet te komen aan de gevolgen van corona op het platteland. En belangrijk daar is dan denk ik de lokale landbouw en korte keten is een van die 3 focusthema's waar de komende 2 jaar sterk op ingezet zal worden. Ik ga kort de 2 maatregelen of de 3 maatregelen situeren. Er zijn 12 LEADER-gebieden in Vlaanderen. Er komt straks ook nog een kaartje. Waarbij dat plaatselijke groepen of lokale coalities eigenlijk een lokale ontwikkelingsstrategie hebben opgemaakt destijds in 2014. Op basis van een gebiedsanalyse en waarbij dat ze 3 thema's naar voren schuiven. Dus dat wisselt per gebied. En waarbij er projectoproepen gelanceerd worden per LEADER-gebied. Dus ook de komende 2 jaar zal dat nog gebeuren. Dus mochten jullie een idee hebben of interesse hebben of met vragen zitten, neem zeker contact op met die coördinatoren. Er staan straks ook nog contactgegevens. Dat zijn de eerste aanspreekpunten als je met een idee zit. Zij kunnen aftoetsen, past het binnen LEADER, binnen het bottom-up verhaal dat LEADER is. Past het binnen onze thema's en hoe kunnen we verder het project uitwerken. Zij begeleiden ook de indiening via het plattelandsloket en alle fases erachter. Dus als eerste aanspreekpunt zijn zij. En voor de thema's, ik heb het gezegd, is afhankelijk van het LEADER-gebied en staat in hun lokale ontwikkelingsstrategieën. Het zijn er heel diverse. Het zijn er 3 per gebied, maar heel divers. En ook niet alle gebieden zetten op dezelfde thema's in. En voor het thema lokale voedselstrategieën zijn de 2 groene interessant. Sommige LEADER-gebieden zetten het onder streekidentiteit, anderen hebben een specifiek thema, lokale voedselstrategie. Maar dus het is afhankelijk van het gebied, kan je daar gaan kijken. En hier kort een kaartje, dus er zijn 12 gebieden in Vlaanderen die dus ook de komende jaren, waar dat er nog projecten mogelijk zijn. En dan OKW en Platteland Plus. Die hebben ook verschillende thema's. Dat zijn andere thema's dan die dat ik daarnet heb opgezond. Waarbij de provincies accenten leggen in hun provinciale plattelandsbeleidsplannen. Dus dat is ook afhankelijk van de provincies. Zijn er andere thema's, andere accenten, andere noden. En zij doen ook de komende 2 jaar projectoproepen binnen hun provincie. En met vragen of ideeën is hier zeker de provinciale plattelandscoördinator het eerste aanspreekpunt. Die kunnen zeker verder helpen met de uitwerking van het idee, met bekijken past het binnen deze maatregel of past het misschien beter binnen een andere maatregel of zijn er nog andere subsidiemogelijkheden. Dus qua gebiedswerking zijn zij een goed aanspreekpunt daarvoor. De thema's hangen af van de maatregel, dus je hebt zowel investeringen als samenwerkingsmaatregel. Ik heb hier leefbare dorpen in het groen gezet, maar ik heb het al gezegd, de accenten verschillen per provincie. Dus ga zeker eens kijken in die provinciale plattelandsbeleidsplannen
of het een lokale voedselstrategie als project erin past, of misschien deelaspecten, food hubs, korte keten. Er is van alles mogelijk in de verschillende provincies. Dus je kan daar zeker gaan kijken. Ook voor samenwerking zijn er verschillende interessante thema's waaronder zo'n project kunnen vallen. En hier is dus nog een kaartje van het plattelandsgebied, want dat is een ander toepassingsgebied dan LEADER. De centrumsteden zijn uitgesloten omdat het om plattelandsmiddelen gaat. De donkergroene zijn effectief de plattelandsgebieden. De lichtgroene zijn plattelandsgebieden met verstedelijkingsdruk. En daar zijn iets minder mogelijkheden. En Platteland Plus is aanvullend op omgevingskwaliteit. En dat verschilt per provincie of dat in alle gebieden kan. In bepaalde deelgebieden of dat daar één thema is of verschillende thema's. Dus dat is heel afhankelijk. Daar kan ik ook geen eenduidig beeld van geven van wat er binnen elke maatregel juist past. Maar de provinciale plattelandscoördinatoren, LEADER-coördinatoren kunnen heel goed inschatten in welke maatregel dan een project best ingediend wordt. Er staat heel veel informatie, of er is heel veel informatie bij de PG-coördinatoren van de LEADER-gebieden. Ook hun contactgegevens staan op de website, maar moest ik alles hebben opgesomd, dan werd het een verzameling van allerlei e-mailadressen. Dus ik heb hier de basiswebsite gegeven, waar je heel veel informatie vindt. Eerste aanspreekpunten, contactgegevens, eventuele inspiratiesessies, ook alle lokale ontwikkelingsstrategieën en provinciale plattelandbeleidsplannen vind je via de provincies of via de LEADER-gebieden. En iets of wat meer, als jullie geïnteresseerd zijn in wat meer algemene informatie, op de website van VLM staat er informatie over het algemene programma en ook het plattelandsloket waar binnen dat de projecten ingediend worden. Dus alles gaat digitaal. Het gaat ook via de website van VLM. En Ruraal Netwerk is interessant als projectdatabank. Dus daar staan alle projecten op. En dan voor het beleidskader de Vlaamse voedselstrategie, voedsellandschap, de Europese strategie kan je altijd verder uitzoeken, mochten jullie geïnteresseerd zijn daarin. Dus ik heb geprobeerd om het in het kort weer te geven wat de mogelijkheden zijn. Ik denk het belangrijkste is de focus voor de overgangsjaren, onder andere korte keten, lokale landbouw. Dus dat is belangrijk. Daar wordt op ingezet de komende jaren, ook op Vlaams niveau, wordt er veel rond gewerkt. Dus als je ideeën hebt, neem zeker contact op met de provincies of met de LEADER-coördinator. En zij helpen met plezier verder. Oké, super Lotte. Ja, je hebt het nog eens gezegd, maar ik ga het nog eens zeggen. Wat ik vooral onthouden heb, is dat ze als ze een project hebben, contact opnemen met de PG-coördinateur van de LEADER-gebieden en de plattelandscoördinateur van de provincies. En het daar verder kunnen bespreken. Zijn er nog vragen vanuit de groep, de deelnemers, voor Lotte? Drie, twee, één. Lotte, het was allemaal heel duidelijk. Sowieso krijgen ze ook de website met alle links. Weten ze bij wie ze terecht moeten. Bedankt ook voor deze presentatie vandaag. Ik denk dat we nu nog gewoon heel kort gaan afsluiten. Ik ga nog heel kort Aline, mijn collega, aan het woord laten. En ik ga alvast dag zeggen tegen iedereen en een fijne lunch toewensen. Jullie krijgen uiteraard snel meer informatie van ons. In de vorm van een evaluatietje en ook een verslag uiteraard. Aline, nog kort aan jou het woord. Ja, sorry. Aline, er is nog een vraagje gekomen, een excuses voor Lotte. Dat is op de valreep. Komt er nog een aparte oproep rond voedsellandschappen? Die is momenteel, wat voedsellandschap kadert binnen het open ruimteplatform, er is momenteel nog geen oproep voorzien zoals in Waterlandschap. Dus het Waterlandschap is ook een bekend programma van het Open Ruimte Platform. Dus dat is voorlopig niet gepland. Het programmateam werkt daar mogelijk naartoe, maar dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Dus in vergelijking met Waterlandschap is dat voorlopig niet het geval. Nu lopen vooral de twee testprojecten in Zwijndrecht en Assewemmel, waar dat we hopelijk veel uit gaan kunnen leren. Waar ook een draaiboek uit voort zal komen.
En waar ook een interessant filmpje over gemaakt is door het innovatiesteunpunt rond voedsellandschappen. Maar een concrete oproep is voorlopig nog niet gepland. Sowieso in het najaar gaan we ook nog een sessie plannen rond voedsellandschappen. En daar gaan we dan waarschijnlijk nog meer kunnen vertellen. Lotte zal dan waarschijnlijk weer aanwezig zijn. Maar dat is pas voor het najaar. Sorry Aline, nu dan toch het woord aan jou. Geen probleem. Ik heb de meeste van jullie al een mailtje gestuurd met oproep om praktijkvoorbeelden en voorbeeldenstekken te delen, want Steven en ik zijn momenteel bezig met de website eigenlijk te hernieuwen en input van jullie kan daar heel helpvol in zijn, dus het is zeker niet te laat om nog dingen door te sturen. Of als er nog dingen op de agenda staan of zo, moet jullie altijd laten weten aan ons. Dank u wel. Dank u wel om er ook allemaal bij te zijn vandaag. En aan de sprekers ook bedankt. Ah, top. Bedankt iedereen. Oké, dank u wel. Okay, ik ga de meeting afsluiten, dus dat zal dan voor iedereen eindigen. Aline, wij spreken elkaar waarschijnlijk zeer snel. Fijne dag nog. Dag.